Soft porno? Ik weet precies wat voor blaadje dat is. Dat weet jij niet, want het is helemaal niet plat of ordinair. Het is heel mooi met stijl. Ja, anders zou ze het sowieso niet doen. Jij verkiest een of ander blaadje boven Bianca. Nou, als je het zo wil noemen, prima. Maar ik doe dit voor mijn carrière en ik zie niet wat daar fout aan is. Het was je schoonmoeder. Het is de oma van Bram. Hoe vaak heeft ze jou niet geholpen? Ze heeft je notabene in huis genomen. Ja, en hoe vaak hebben we wel niet ruzie gehad? Ik bedoel, het is echt een aardige vrouw, maar heus geheimen. Ze heeft genoeg voor jou gedaan om dankbaar voor te zijn. Dat weet ik en dat zal ik ook nou, niet zo... Dan toon je je dankbaarheid op een merkwaardige manier. Met weinig respect voor Sjoerd en Anton. Ik vind het belachelijk dat jij Bram in zijn eentje naar de begrafenis van zijn oma wil laten gaan. Ja, sorry hoor. Wiet, die neemt Bram mee en dat vinden ze allebei prima. Ik heb echt mijn best gedaan om het anders te organiseren, maar bij zo'n fotoshoot komen... Er zijn gewoon heel veel mensen bij betrokken. En als ik er niet ben, dan kunnen ze niks. En die begrafenis, die gaat wel door zonder mij. Je mag dat respectloos vinden, maar ik denk dat Bianca het wel zal begrijpen. Ja? Ik heb op mijn manier afscheid genomen van Bianca. Samen met Bram. Met heel veel respect voor haar. Ik moet nu gaan. Dag, grote fan van me. Beloof je dat je lief zal zijn voor Wiet? Ja, dat lukt wel.